Mag je huilen in de bioscoop? Sommige mensen zeggen van niet, ik zeg van wel. Bij deze film heb ik superveel gehuild. Dit is mijn review van The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry. This is a fight for our very existence. Hoi, ik leef nog. Dat hadden jullie verwacht, hoop ik. Afgelopen maandag is er ook gewoon een vlog gekomen. Armen! Maar ik had even, nou niet pauze, ik had eigenlijk juist geen pauze. En dat was meer het probleem waarom ik niet video's aan het opnemen was. En waarom ik geen films aan het kijken was. En waarom ik al die dingen niet aan het doen was. Ik moest 2 tentamens halen, beide niet gelukt. Vrij sad voor mij. Ik had gewoon veel tijd even nodig voor afspreken met andere mensen. Maar hier ben ik nu met jullie, voor jullie, met mijn review over The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry. Een prachtige roman over verdriet, hoop en uiteindelijk liefde. Een boek dat je raakt. Dat was dit boek wat ik las, wat ik voorgelezen kreeg jaren geleden. De onwaarschijnlijke reis van Harold Fry. Ik heb hem in het Nederlands gelezen. En toen hoorde ik opeens dat hij verfilmd werd. En ik zei meteen tegen mijn ouders, die gaan we kijken, want mijn vader heeft mij dit boek ooit voorgelezen. En toen was het opeens niet in de bioscoop, dus toen zijn we er speciaal voor naar het filmhuis gegaan. En dat was een hele happening. De film begint met een brief die wordt bezorgd bij Harold Fry, de hoofdpersoon, vanuit Berwick-upon-Tweed, helemaal aan de andere kant van Engeland. Who do we know in Berwick-upon-Tweed? We don't. En daar woont Queenie Hennessy, een oude vriendin van Harold, die elkaar al in geen jaren gezien hebben. It's from Queenie Hennessy. En die schrijft in die brief eigenlijk haar afscheid. She's in a hospice. Ze heeft niet meer lang te leven en daarom wil ze eigenlijk nog wat dingen meegeven aan Harold. From a friend, she has cancer. Bij het benzinestation waar hij de brief die hij terug heeft geschreven wil inleveren, wordt hij aangemoedigd om niet op te geven, om niet zomaar de brief te sturen, maar om iets te doen. My aunt had cancer. You can't give up. En hij besluit dat te doen, dus hij loopt door naar de volgende brievenbus en naar de volgende brievenbus en naar de volgende brievenbus. Tot hij besluit, weet je wat, ik bel het hospice op en ik zeg, ik kom naar jullie toe lopen. En zolang Queenie blijft leven, blijf ik naar jullie toe lopen. Tell her Harold Fry is on his way. I'll keep walking and she must keep living. En in de film zie je de relatie tussen Harold en zijn vrouw Maureen, die dat eigenlijk helemaal niet, dit rare gedrag, aanmoedigt. Maar Harold die heeft het gevoel, dit moet ik doen. Where are you? I'm going to save Queenie Hennessy. En de tocht die wil lopen is 500 mijl, bijna 800 kilometer. Walk to Berwick-upon-Tweed. It can only be about 500 miles. En dat zegt de hele lengte van Engeland, zeg maar. En dat hele stuk wil die te voet afleggen met een soort van het idee van dit is mijn pelgrimstocht. Travel the length of England to save a woman from dying. En mensen zijn lief. Everyone so nice. Mensen helpen mee. I have a spare room, you can stay the night. Zetten hem in de krant. Have you seen the news? You're everywhere. Lopen mee. Iedereen is enthousiast over hoe die hoop geeft aan de wereld, zeg maar. I'm gonna save Queenie too. En aan het begin loopt hij alleen en dan leert iedereen zijn nieuws kennen en loopt mee. En hij loopt in een grote groep en het laatste stuk, dan loopt hij toch weer alleen. Je krijgt nog een hoop geduikel in zijn geschiedenis met het leven wat hij had met zijn zoon. En I'm afraid I failed my son very badly. En al dat soort dingen. Echt een super interessant verhaal. Thema's die ik mooi vind in deze film is, iedereen kan een held zijn. Iedereen kan dit doen. Iedereen kan de wereld hoop geven. You could do this too. Anyone can do what I'm doing. You just have to do this. En ook wat ik een heel mooi thema vind is wat minder nadenken over dingen. Wat sneller iets doen. Maybe it's what the world needs right now. A little less sense and a bit more faith. Doe eens elke dag iets wat je eigenlijk niet durft. Iets waar je niet over na hebt gedacht. Iets spontaans. Iets kleins om de wereld een stuk verder te helpen. Ik vond het een ontzettend gave film. Hij heeft me heel erg geraakt. Dus ik zat daar uiteindelijk te snikken in de bioscoop. Toen kreeg ik van iemand die naast mij zat een zakdoekje aangereikt. Dat was echt super lief. Maar echt een hele emotionele film. Maar echt een soort arthouse film waarvan ik denk, hey, jullie kunnen dit ook leuk vinden. Dit is anders dan wat ik normaal laat zien, maar het is echt heel goed. Dus zeker een aanrader voor you guys. Ik zal jullie niet spoilen hoe het verhaal eindigt, maar het heeft nog redelijk een verrassend einde. Dus ik denk dat jullie daar heel erg van kunnen genieten. En ga dit kijken. Het zal vast al ergens verkrijgbaar zijn. Ik heb hem wat langer geleden gezien, want ik miste een paar uploaddagen. Dus zoek het online, koop het op Pathé thuis, kijk dit. En dan wil ik jullie nu graag de top 10 meegeven van de beste films die ik afgelopen tijd in de bioscoop heb gezien. En aangezien ik The Equalizer 3 het langst geleden heb gezien, gaat die uit de top 10 en komt The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry erin. En dan komt hier de top 10. Op 10 staat Stars at Noon. Do you know how many people are playing in your game? A lot of people are involved. Op 9 staat De Vuurlinie. Ik geloof je wel, maar ik ben waarschijnlijk de enige. Op 8 staat After Everything. Nothing matters in this world if Tessa's not here. Op 7 staat Astolfo. Hey, questo stava già così quando sono arrivati. Op 6 staat My Big Fat Greek Wedding 3. Oh. Who wants souvlaki? Paging souvlaki. Op 5 staat Happy Single. Oh, ze willen het er niet over hebben. Nou, of er juist over hebben. Op 4 staat The Expendables. You choose this life over friends. Over family. Op 3 staat One True Loves. No matter what you do, you're gonna break somebody's heart. Op 2 staat de film van deze week, The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry. Who do we know in Berwick-upon-Tweed? We don't. En op 1 staat de film van de vorige week, The Creator. This is a fight for our very existence. En aangezien ik thuis dan afgelopen 3 weken ook nog een film heb gezien, geef ik jullie ook nog de top 10 mee van de afgelopen films die ik thuis zelf heb gezien. Dat is op 10 staat nog steeds Alida Battle Angel. It's the loneliest feeling not to know who you are. Op 9 staat The Expendables uit 2010. The only thing you need to know is the job's real and the money's real. Op 8 staat The Big Short. I'm sure the world's banks have more incentives than greed. You're wrong. Op 7 staat Gifted. Banks says I'm not supposed to correct older people. Nobody likes a smart ass. Op 6 staat Indiana Jones and the Temple of Doom. You know how to fly, don't you? No, do you? Op 5 staat The Lost City uit 2022. I enjoyed your book about The Lost City and I believe you're the one who can help me find its treasure. Op 4 staat Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark. Always knew someday you'd come walking back through my door. Op 3 staat Indiana Jones and the Last Crusade. This is intolerable! Op 2 staat The Dark Knight Rises. Ik zag The Dark Knight Rises afgelopen zaterdag samen met mijn vader. De epic conclusion of 3 Dark Knight movies. En het was gewoon echt een super goede film. Dit moet je echt kijken. Bane als villain is geweldig. En de hele Batman vibe, ik hou daar gewoon ontzettend van. When Gotham is ashes, you have my permission to die. En op 1 staat nog steeds The Dark Knight. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik zou graag willen zeggen tot volgende week, maar ik weet het nu even niet. Wie weet een grote comeback in 2024 pas. Maar hoe dan ook, wil ik jullie gewoon een hele fijne week toewensen. Tot ziens, tot later.